Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Boys en girls, welkom bij weer een nieuwe vlog. Mijn naam dat is Alta Dylan. En ja, ik heb het hier dat ik mijn gezin anders vast heb. Ik heb mijn statief vast en ja, weer een nieuwe vlog. En ja, weer een nieuwe vlog op mijn kanaal. Yay! Ja, zometeen ga ik naar de winkel. Ook al sta ik een beetje wankel op mijn benen. Maar ja. Moet wel gebeuren, hè. Moet naar de winkel. Dus ja, zo dadelijk ga ik naar de winkel en ja, eventjes naar de winkel, eventjes eten halen voor deze middag. En ja, eventjes eten halen voor deze middag. Dus ja, ik heb in het weekend heb ik een display besteld. Ik dat de bankzitters ook promoten. Ik wil dat graag in deze middag, zodat ik tegen vrijdag een ding heb, een pocket set tegen mijn moeder heb voor tijdens de stream, tijdens de 12 uur stream, want die komt er ook aan. Want ik heb heel veel dingen gedaan om eigenlijk mijn stream beter te laten lijken. Ik heb dus mijn camera van Logitech C922 heb ik dus op mijn statief gezet, zodat ik een betere look heb over heel mijn setup. En mijn setup is ook een beetje aangepast. Ik heb dan mijn microfoon aan hem hier gezet en mijn lampen zijn nog altijd hetzelfde, mijn PlayStation. Wat het enige dat aangepast is eigenlijk, is mijn tv en dan die Logitech op die tripod. Dus ja, mijn tv heb ik omhoog, mijn dvd speler stikt in en ja, het is zo'n beetje een setup dat is bijgewerkt. Natuurlijk, mijn perslucht er nog weg moet, want die is op. En ja, mijn lichten, die moet ik ook nog een beetje bezetten, dat die zo'n beetje gelijk staan. Dat mijn gezicht even belicht wordt. En ja, hier ga ik niks zeggen. Want ja, dat is zo kut in dan. Maar dat was dus mijn setup. Al heb ik mijn setup een beetje aangepast. En ja. Zo dadelijk ga ik naar de winkel dan. Ik neem jullie sowieso mee naar de winkel. Oh, mag ik niet doen, want ik word daar weg. Maar ik ga hem meenemen naar de winkel dan. En ja, ik ga jullie sowieso een day in the life doen. Dus ja, het is eigenlijk een day in the life. Wat ik eigenlijk wou doen, day in the life over YouTubers en ja, een daily vlogger. Dus ja, het is eigenlijk een day in the life. Dus ja, ik neem jullie mee in mijn dag. Ik ben nu dus net terug thuis en ja, ik ben met de fiets gegaan, dus ik kon niet filmen. Maar ik was dus aan een Aldi gegaan, ik heb dan eten meegebracht en sigaretten. En ja, vandaag ga ik weet niet wat doen. En ja, ik ga denk ik in mijn vrije tijd wat FIFA spelen, bellen met Sven. Voor de dagelijkse sleur wat te doen en zo. En ja. Dat gaat eigenlijk zo'n beetje mijn dag zijn. Misschien iets van streamen, ik weet niet. Ik heb hier nu een koffietje bij mij. En ja. Zo dadelijk. Deze stukje al editen. Op dit moment ben ik dus FIFA aan het opstarten en bij een beetje muziek. Maar de muziek heb ik nu even afgezet omdat dat copyright is. Over deze mix heb ik het. En hier staat mijn FIFA open. Ik heb nog iets te doen op FIFA. Ik heb nog 5 wedstrijden winnen nog steeds. Voor nog pakketjes bij te halen. En 5 wedstrijden in goal spelen, in goal maken. Om pakketjes bij te krijgen. En deze is de mix die ik gebruik. Ik ga die nu niet opzetten, want ja. Dus ik check jullie als ik mijn pakketjes heb gedaan. Misschien ga ik die ook nog in de video steken. Dat kan ik ook nog doen. Ja, ik ga die in de video steken. Dus ja. Bij het einde van de eerste helft van de eerste pot sta ik 2-5 voor. Ik heb 8 schoten op doel,
Maar 38% balbezit wel. 9 tackles, 1 fout en 2 corners. En uit die 2 corners is zeker 1 goal gevallen. Dus ja. En aan het einde van de eerste pot werd ik met 4-12 gewonnen. Zie maar, 4-12. En ja. Ik ga nu eerst dit stukje editen en dan ga ik verder spelen met FIFA. Want ja, ik wil graag die video af hebben tegen deze avond. En ja, tegen de live over YouTuber. Dus ja. En nu ben ik dus in de call met de enige echte Sven Wilkens. Link naar zijn kanaal staat in de beschrijving. Hey Sven, tot dan. Ongetwijfeld kennen jullie het kanaal Gameduk als HD wel. Ik zit daar, ik heb dat juist bij Sven in de call gezeten. Maar Sven is natuurlijk eventjes, Sven heeft iemand ontvangen en kon ik niet meer in de call. Dus ja, hij belt me straks terug. Maar jullie kennen waarschijnlijk het kanaal Gameduk als HD van vroeger. Ik en Sven zijn al lid. We gaan eigenlijk dat kanaal terug tot leven brengen. We gaan terug een Gameduk als HD maken. We gaan het allemaal tot leven brengen terug. En ja, maar meer informatie komt misschien nog vandaag nog in, misschien nog in deze video, misschien in de volgende video. Maar dit is dus al een day in the life. We hebben dus vorig stukje, vorig shot hebben wij dus de pakketjes geclaimd. En die waren niet zo goed. En ja. Momenteel probeer ik terug in de servers van EA te komen. Ik ben, straks had ik even een livestream zien. En van Brian Hessing, geloof ik dat was. En ineens kwam ik niet meer. En ik start daarna FIFA op. En ineens kwam ik niet meer in de servers. Waarschijnlijk zijn de servers gewoon overbelast. En ja, het kan zijn dat ik er terug in geraak, terug voor gebied voor nog eens een SBC te doen. En ja. Even een update. Ik zit in de servers van FUT. En ja. Ik zit in de servers van FUT. Ja, ik zit er dus in FUT. En samen met deze mixje, Best Hardstyle Mix 2019, Best Hardstyle Remix of Popular Songs. En ja. Dus ik ga even die SBC knallen. Ik ben direct terug. Ik heb problemen gehad met de opname van de SBC, dus ik heb de SBC niet meer kunnen doen. Niet kunnen voltooien, dus. Ik heb de SBC wel voltooid, maar de opname kwam niet goed over en zo. En ja, dus heb ik de opname niet meer kunnen doen. Dus, ik heb de opname wel kunnen doen, maar het geluid was er weg. En ineens was de opname gecrashed. Dus geen opname. En ja. Maar dan hebben jullie gewoon. Ik heb dat dus hier kunnen doen, maar ik heb geen opname kunnen doen, dus ja. Nu ga ik eventjes beneden een snackje halen en dan verder editen. En ja, mijn PlayStation is serieus aan het draaien. Maar die heeft er juist aangestaan, dus ja. Ik heb dus net mijn snackje gegeten, dat was rijstpap. En ja, zo dadelijk, nu ik weet niet wat ik ga doen. Het is toch nog eventjes voor de avondeten is en ja, misschien ga ik eventjes editen, waarschijnlijk ga ik editen, dus ja. Ik ben gisteren dus de day in de live vergeten afwerken, maar ja, dus deze was de day in een live en ja, bedankt voor het kijken. Dit is een nieuwe video, mijn naam is Alde Dylan en you.